stop. I said, don't stop. Sint Joost in Breda. Daar ben ik afgestudeerd, afdeling mode. En toen? In 91, toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Een paar jaar gezeten, of een jaar eigenlijk gezeten. En toen naar Rotterdam. Waarom die overstap? Ja, het zat leuk, want volgens mij als ik van Rotterdam naar Amsterdam was gegaan, had niemand het gevraagd. En als je van Amsterdam naar Rotterdam gaat, dat is blijkbaar dan toch ongewoon. Ik groeide vrij snel. En in Amsterdam kon ik gewoon niet snel grote ruimte vinden. En dat is dus heel praktisch. En dat kon ik in Rotterdam wel vinden. En de mentaliteit lag me wel. Ik kende Rotterdam al via filmfestival en Lantaarnvenster. En ik vond gewoon ook wel, het was wel een stad die me aansprak. Maar toen ik er kwam wonen, had ik er echt een haat-liefdeverhouding mee. Ik vond het een heel moeilijke stad. Het is echt een moeilijke relatie. En ik heb nu het gevoel, nu ik er zo'n jaar of 8 ben, nu heb ik het ook wel een relatie met diepgang. Dus ik heb ook wel het gevoel van, ik zit hier nu wel goed. Je hebt je gespecialiseerd nu, hè? Toch? Ja. Was dat al gelijk vanaf het begin? Nee. Nee, dat is eigenlijk een vrij commerciële gedachtegang, hè? Dat je dus al van tevoren bedenkt van marktsegment. En als je op een kunstacademie komt, word je daar helemaal niet in getraind. Dus dan word je echt getraind in vormgeving. En het leren denken in concepten en je eigen visie visualiseren. Dus je wordt niet getraind in het denken in marktsegmenten. Dus zelfs toen ik afstudeerde had ik daar helemaal nog geen idee van dat ik die kant op zou gaan van lingerie. You keep the fire burning. Nou, het heeft natuurlijk een hele mooie geschiedenis, vind ik wel, de lingerie. Want het heeft natuurlijk een functionele kant. Maar het heeft natuurlijk ook nog veel meer kanten. Ik bedoel, het heeft ook bijvoorbeeld symbool gestaan, de BH, voor het bevrijden van vrouwen uit hun keurslijf. Dus op een gegeven moment zijn vrouwen ook de BH gaan verbranden. Madonna is op een gegeven moment een BH juist als bovenkleding gaan gebruiken. Je hebt op een gegeven moment kreeg je in de mode dat puntige borsten, dus de BH werd heel puntig. En het heeft altijd toch wel een link gehad met hoe de positie van de vrouw was op dat moment in de samenleving. Je had op een gegeven moment de jurken in de vorige eeuw met een keu aan de achterkant of een panier. En het is dus iets wat onder de kleding zit, maar waar veel gebeurt. En ik vond het een heel mooi gebied, want ik had zoiets, het is gewoon een geheimplaats waar eigenlijk nog heel veel kan. De bovenkleding word je op afgerekend, hoe je er ook uitziet, dan krijg je toch een stempel. De onderkleding, dat is iets van de fantasie van mensen, die kunnen daar zeg maar nog de vrije loop laten gaan. Dus ik begon bij mij, want ik was zelf 13, 14, moest voor mijn eerst lingerie gaan kopen, een BH'tje en een slipje. Ik had zoiets van, eindelijk, kom maar op. En ik wilde gewoon hele mooie, spannende lingerie. Dat was er niet. Dat was alleen maar heel kanterige lingerie. Wel heel mooi, maar heel romantisch. Ik had het gevoel, het lijkt wel een bonbon. En ik vond het toch, ook al was het wel heel mooi, maar ik vond het meer iets voor oudere vrouwen. Ik had zoiets, ik ben jong, ben modern. Ik vond het niet van deze tijd. De roze was het meest gewaagde kleurtje die tijd, geloof ik. Ja, je had roze, maar er is op zich wel veel. Dat is nu nog steeds, maar het is heel duidelijk vanuit één denkwijze. En dat is kant, romantisch. En dan moet je hem gewoon maar net goed bij voelen. En ik vind dat ik weer meer van de generatie ben die de jarretel weer terug heeft in het leven heeft geroepen. Ik vind jarretels heel mooi. Met de nieuwe technieken zit het ook allemaal goed. Het zit er comfortabel. En het is ook niet meer zo als jarretel draagt dat je als hoe wordt uitgemaakt. Toen ik dus 15 was, op zoek was naar een jarretel, was je dus echt nog een hoe. Dat kon niet. Dus in die tijd is er, toen ben je 35, er is in 20 jaar wel heel veel veranderd. En ik vind mijn ontwerp ook echt iets van deze tijd. Die had ik, als ik 15 jaar geleden 35 was geweest, had dit helemaal niet kunnen bestaan. Want het moet wel in zijn tijd vallen, zeg maar. En het valt nu gewoon heel goed in zijn tijd. Dat vrouwen ook, juist omdat ze, je hebt twee feministische golven gehad. Vrouwen verdienen goed, hebben positie,
ook belangrijke posities in het werk. Wat ik ook een heel belangrijk fenomeen vind, is dat de pil er is gekomen. Het was toch zo altijd als vrouwen seks hadden, dan waren ze vooral ook bezig met van misschien krijg ik nu wel een kind. Dus het experimenteren van wat vinden we fijn en hoe ervaren we ons lichaam, daar zijn we eigenlijk vrouwen voor mij niet aan toegekomen. Want het was gelijk bezig met een kind en zorg. En dat lichaam stond daarvoor bijna in dienst of in het teken voor het voortbrengen van de generaties. Nou, dat hebben wij niet meer. Daar zijn wij van verlost. Wat houdt vrouwen bezig? Ik ben er heel erg mee bezig geweest en nog steeds. En vanuit die gemoedstoestand, zeg maar, ben ik gaan ontwerpen. En het is echt dus een vrouw die iets zegt tegen de andere vrouw, zeg maar, van dit is mijn visie, lingerie, wat vind jij ervan? En dat is niet van, ik ben een merk, het abstract door mannen is bedacht en dat wordt de markt ingedumpt en je koopt het maar. Ik denk wel dat ik de eerste was en dat wordt nu internationaal ook wel zo gezien, dus op beurzen en van ik ben de eerste, maar ook de enige die zich in lingerie daarmee bezighoudt. Want het is nu zo, man en vrouw zijn redelijk gelijk. We bespreken veel met elkaar. Dat is denk ik heel goed verworven goed. Maar het kan ook weer heel saai worden. Want je kan ook broer-zus bijna een relatie met elkaar krijgen. Want als je bijna helemaal hetzelfde bent, dan is het ook weer saai. En hoe krijg je dan weer dat er taboes zijn? En grenzen die je moet veroveren? Of dat je de spanning krijgt. Ik denk dat dat een beetje echt iets van deze tijd is en dat we daarmee bezig zijn. Het is echt een beetje de tijd van vrouwen. Die zijn nu aan het proberen en uitproberen wat willen ze, et cetera. En niet helemaal ten onrechte, denk ik, want het is heel lang de tijd geweest van mannen. En ik denk dat het leuk is, want er gebeurt dus ook daardoor veel meer. Er is echt in één keer een flinke beweging. Dat heeft honderden jaren stilgestaan. Ik denk dat je als man daarop goed op anticipeert, dat dit alleen maar in je voordeel kan werken. Want als je er samen van kan genieten, dan is het alleen maar leuk. Ik vind ook erotiek is van iedereen. Door iedere en fantasie. Door alle lagen van de bevolking en alle leeftijden. En dat heb je of dat heb je niet. Dat hoor ik ook in winkels waar ik dan verkoop. Dat zijn vrouwen die ze bijvoorbeeld al 25 jaar als klant hebben, heel gedegen altijd hebben gekocht. Weet je wel, waarvan ze denken van nou, die vrouw die koopt altijd dat en dat merk en heel degelijk. En dan hebben ze in één keer een dress hangen. En dan zo van die zegt, hey, heb je dat? Nou, vind ik wel leuk om te proberen. En die verkoopt ze echt met mond open. Van, nou, dat was nooit van haar verwacht. Dus de fantasie is vrij en dat is natuurlijk heel erg leuk. Je voelt wel dat we hier in Nederland, zeg maar, toch alweer een stuk verder zijn dan in Frankrijk. In Frankrijk is de rolverdeling toch nog eens weer een stuk traditioneler dan in Nederland. Dus het interpreteren van mijn lingerie hangt daar dus ook van af. Terwijl het, zeg maar, hier in Nederland wordt gezien als, zelfs door sommigen als kunst of toegepaste kunst, heel modern design, vormgeving, kan het bijvoorbeeld in Amerika nog opgepakt worden als helemaal verkeerd. Dus dat het daar als porno wordt opgepakt, weet je wel. Dus het ligt heel erg aan waar zit de samenleving in zijn ontwikkeling. Is het zo dat jouw lingerie ook te dragen is onder een oude spijkerbroek? Ja, zeker. Of is het toch iets waar je toch dan een rok, iets bij moet zoeken? Nee. Nee, waar je het bij moet zoeken is bij je stemming. Dat is het allerbelangrijkste. Dus als je gewoon in de goede stemming bent, dat is voor iedereen. Ik vind dat moeilijk, want ik wil dat niet invullen voor iedereen. Maar gewoon dat je het gevoel hebt van nu heb ik zin om dat aan te hebben vandaag. Ja, dan, dat is het belangrijkste. En of het nou onder je mantel pakken, of onder een oude jeans is, Joggingbroek, weet je, dat maakt niet uit. Het gaat om dat je ziet van yes, vandaag heb ik echt, ben ik in de mood. Ik heb zin om mezelf te prikkelen.